welkom weer bij mijn zondagochtendvideo. En vandaag gaat het over een superbelangrijke vraag die mij, bijna dagelijks gesteld wordt door deelnemers of lezers of wie dan ook. Van wat zou ik het lekker vinden als ik gewoon af en toe een glaasje kon drinken? En dat het er niet meteen 2, 3, 4, 5, whatever, hoeveel woorden. En daar heb ik lang over nagedacht toen ik net zelf stopte in de zomer van 2016. Omdat ik ook heel lang dacht van, als ik een tijdje gestopt ben, dan ga ik daarna gewoon 6 keer per jaar drinken. Of toch gewoon echt 1 keer per week. Dat gaat het worden. 1 keer per week. Maar wanneer dan? Want stel dat het woensdag mooi weer is, dan wil ik het wel dan doen. Want stel dat ik besluit zaterdag, maar dan is het geen terras weer, dan vind ik het weer niet lekker. Of stel dat dan op zondag een feestje is en oh my god. Het idee alleen al dat je dan zoveel erover na moet denken, los van het feit van wanneer, dat je dan ook nog eens moet denken, wanneer je 1 glas op hebt, dat je denkt, eigenlijk zou ik een tweede willen. En na die tweede, dan is natuurlijk de beer sowieso los. Dus dat vond ik al zo'n toestand. Buiten het feit dat ik eigenlijk gewoon van die zooi af wilde. Hoe lekker we ook denken dat we het vinden. Eigenlijk had ik er gewoon geen zin meer in. En zonder is gewoon al bijna 3 jaar zo relaxed. Vanochtend zei nog iemand tegen mij, ja maar goed, de gelukzaligheid die drank brengt, die kun je daarna nooit meer vinden. Nou, ik kan je vertellen, ik post het van de week nog op Instagram. Alles wat ik dacht te vinden in een fles wijn, in een glas wijn, whatever it is, een vat, vind ik nu ik niet meer drink. En ik kan me heel goed voorstellen als je nog drinkt dat je dat belachelijk vindt en een heel raar idee en wat een onzin en weet je, mijn wijn is mijn geluksmomentje. Snap ik allemaal. Maar probeer het eens een tijdje alcoholvrij. Gewoon om eens het je lichaam te gunnen. Maar ook eens te kijken wat dat met je doet. Je zult er verbijsterd van zijn. Fijne dag.